super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik dacht, het is alweer zo'n lange tijd geleden dat ik een weekvlogje heb gedaan. En ik had er ook wel weer een keer zin in. Plus, ik heb net David weggebracht naar het treinstation hier in de buurt. Die gaat namelijk, die is nu onderweg met de trein naar Schiphol. En gaat voor zijn werk een week lang naar Taiwan. Ik moet het even goed zeggen, ik zeg het altijd Vietnam. Maar het is Taiwan. Taiwan inderdaad. En ik dacht, ik ga weer eens lekker een weekje vloggen. Ik had er zin in. En ja, ik ben druk bezig met mijn eigen bedrijf. Oog op jezelf. Dat is mijn bedrijf als lifecoach. Daar ben ik alles voor aan het regelen. De website staat momenteel online. En de Facebookpagina is online. De Instagrampagina is online. Super leuk allemaal en super spannend. En ja, ik ga daar van aankomende week dus. Het is momenteel zaterdag. Aankomende week ga ik daar ook nog van alles mee doen. En het leek me leuk om jullie daar dus ook in mee te nemen. Nu ga ik eerst eten. Want het is al 6 uur en ik heb echt honger. Ik heb klaargemaakt voor mezelf sla met avocado, mozzarella en met vleestomaat. En nu ga ik denk ik lekker Netflixen en chill. Goedemorgen, mijn rijkelijke ontbijt op zondag. Ik vind het altijd heerlijk om croissantjes te eten op zaterdag en zondag. En ja, ook voornamelijk belangrijk om goed te drinken. Dus vandaar dat ik lekker veel drinken erbij heb. Ik ga dadelijk denk ik ook nog een halve liter water drinken. Dat doe ik ook altijd 's ochtends. Want ik wil sowieso vanmiddag gaan hardlopen. Dat zit op de planning voor vandaag. Ik ben blij dat ik de eerste nacht ben doorgekomen. Ik vind het altijd zo eng, denk ik, om alleen te slapen. Dat is echt, ik moet daar heel erg aan wennen. Ik slaap dan ook altijd met de slaapkamerdeur op slot. Dus dan is de buitendeur op slot. Zeg maar, de buitendeuren zijn dan op slot. En dan heb ik ook nog de slaapkamerdeur op slot. En eerst schaamde ik me daar altijd voor. Dacht ik, oh, doe niet zo kinderachtig. Ben je nou volwassen? En nu denk ik, weet je, als ik me daar goed bij voel, dan moet ik dat gewoon doen. En misschien is dit voor 1 nachtje, misschien is dit voor 5 nachten. Who cares? Zolang ik maar goed kan slapen en me daar prima bij voel, daar gaat het om. En ja, op zich heel vaak wakker geweest vannacht, want ik wilde natuurlijk David volgen. Ik wilde gewoon, ik vond het allemaal best wel spannend. Zijn eerste lange reizen voornamelijk alleen. En ja, gisteravond ook nog wel even moeilijke momentjes gehad en zo, maar ja, het gaat nu wel beter, merk ik. Ik probeer me gewoon vast te houden aan het idee dat hij natuurlijk over een week weer thuis is. Het gaat super snel voorbij waarschijnlijk. Ik ga lekker gewoon mijn eigen dingetjes doen. Dingen doen waar ik zin in heb, die ik leuk vind. Komt dus allemaal helemaal goed. Maar het is gewoon even wennen. Ik bedoel, ja, je woont gewoon bij elkaar en je bent gewend om altijd bij elkaar te zijn. En dan is je wederhelft er ineens niet voor een week. Dus dat is echt even wennen. Maar ja, dat komt denk ik wel weer goed. Ja, super gaaf. Wel jammer dat hij daarvoor werk is, want ik heb even gekeken, allemaal vlogs gekeken van mensen en zo. En dan denk ik, oh my god, daar moeten we samen ook heen. Super, super, super vet. Echt mijn land waarschijnlijk. Ze zijn daar boeddhistisch en ja, dat is een... ik ben helemaal niet van de religie, zeg maar, of van het geloof. Maar als ik dan een geloof... als er een geloof zou zijn waar ik het dichtst naartoe neig, dan zou het eventueel boeddhisme zijn. Ik ben helemaal niet gelovig of zo, maar dat vind ik toch wel het geloof wat het dichtst bij mij zou passen, zeg maar. En ja, verder hebben ze dus hele mooie tempels daar. Het is een beetje subtropisch, dus wel super warm en zo. Maar echt, de natuur daar is ook echt prachtig. Heel veel nationale parken, watervallen. Oh, dat is echt mijn ding. Dus we moeten echt een keer terug. Het eten is daar echt. Het schijnt super lekker te zijn. Super vers te zijn. Echt een aanrader. Dus
Ah, ik wil er ook heel graag met hem een keer heen. Het is nu 2 uur en ik denk dat ik ga hardlopen. Volgens mij wordt het een taaie hardloopsessie, vermoed ik zo. Maar ik ga het gewoon proberen. We zien wel hoe ver ik kom. Maar het is echt heel benauwd buiten en ik kan daar heel slecht tegen. Maar goed, die mindset gaan we even vergeten. We gaan er gewoon voor en ik ga gewoon lekker hardlopen. Gewoon even lekker eruit. Let's go! Oh my god, guys, het ging zo goed. Ik ben weer back af. Maar ik ben super mega trots op mezelf. Oh, I did it! Ik heb gewoon 4 kilometer in 1 stuk door hard gelopen. Wie had ooit gedacht dat ik dat ooit zou volhouden? Ik zelf niet. Zo, even de sleutel teruggelegd. Jeetje jongens, dit had ik echt never nooit gedacht. Ik heb een tijdje met Evie hard gelopen, dus dan bouw je het op zeg maar. En zelfs toen kwam ik echt niet aan de 4 kilometer hardlopen. En nu heb ik het gewoon zelf gedaan. Nu bouw ik het zelf gewoon steeds op. Luister ik gewoon naar mijn lichaam. Stop ik gewoon wanneer ik, wanneer ik moet stoppen, om het zo maar te zeggen. En het gaat super goed, jongens. Echt. Oh, wat een mooi doel heb ik behaald, zeg. Jeetje. Heel blij mee. 4 kilometer in een half uurtje. Ja, vind ik wel goed gedaan. 4,2 kilometer zelfs, een half uur. En ik merk wat voor mij heel erg helpt, is normaal stopte ik altijd als ik niet meer kon, zeg maar. Of als ik merkte, oh, ik word moe, dan stopte ik, zeg maar. Of dan ging ik nog even door en dan stopte ik daarna. Maar wat ik gemerkt heb, wat je veel beter kunt doen natuurlijk, is gewoon een stapje achteruit doen. Dus gewoon net wat minder hard gaan lopen. En daardoor hou je het gewoon veel langer vol. Ja, zo is het in het leven ook natuurlijk. Je hoeft niet gelijk te stoppen als iets niet lukt of niet goed gaat. Je kunt ook gewoon even een stapje achteruit doen. Weer iets wat ik geleerd heb. Ik ga nu lekker douchen. Zo, het is inmiddels 10:15. En ik ga richting bed. Ik ga nog even lekker lezen. Voordat ik ga slapen. Even kijken wat ik ga lezen. Lekker kopje thee erbij. En dan ga ik dus nog lekker even lezen en naar bed toe. En dan zie ik jullie morgen weer. Een goede morgen. Het is maandag. En ik heb wel redelijk geslapen. Ik ben al een paar keer wakker geweest. Iedere keer dacht ik, is het al ochtend? Is het al ochtend? Ik weet niet wat ik had. Ik denk dat ik gewoon een beetje gespannen nog ben of zo. Maar ja, op zich ging het wel oké. En ja, mijn goede voornemen om 7 uur op te staan is helaas niet gelukt. Ik dacht, oh, ik ben wakker geweest vannacht. Ik mag al even langer blijven liggen. En toen had ik blijkbaar de wekker op 7:45 gezet. Dus dat was wel echt heel veel langer. Maar goed, we gaan gewoon aan de bak. En ik voel me dus nog wat moe, maar dat komt vast goed gedurende de dag. Misschien even dadelijk koud water in mijn gezicht gooien. Dat helpt ook nog wel eens. Ik heb een planning gemaakt gisteren voor deze hele week. En ik dacht, normaal ben ik niet zo van de planningen. Maar omdat ik deze week best wel veel heb wat ik wil doen, dacht ik, ik ga het een keer opschrijven. Anders dan blijft het in mijn hoofd zitten. De auto wordt straks opgehaald. Ik wil een marktplaatsadvertentie gaan maken voor mijn coachingsbedrijf. Ik ga een filmpje plaatsen op Facebook en Instagram. Dan wil ik nog de mindfulness cursus gaan doen. Daar ben ik nou mee bezig. Dus het volgende hoofdstuk ga ik dan doen. En ik ga met iemand contact opnemen. Zij is namelijk iemand, zij is virtual assistant. En volgens mij kan zij misschien wellicht iets betekenen voor mijn bedrijfje. Maar ik wil dus even met haar in gesprek erover gaan. Kijken wat ze nou exact doet. En of ze dus wellicht iets voor me kan betekenen. Daar ga ik ook doen. En verder heb ik gewoon alles al helemaal dicht zitten. Want het wordt warm vandaag. Vandaag nog niet zo heel erg warm, maar het wordt in huis ook heel erg warm. Yes, we gaan aan de slag. Dag, auto. Zo, net even de post gepakt.
van de macro. Ik heb weer een macro pasje. Super handig. Misschien dat ik dat dadelijk wel ga doen. Ik ben echt zo niet productief vandaag. Komt gewoon echt omdat ik te laat ben opgestaan. Maar goed, morgen een betere kans. Op zich heb ik al best wel veel gedaan. Ik moet er gewoon even uit of zo, denk ik. Blech. Dus misschien dat ik zo even naar de macro ga, want ik wil nog zo'n groot zo'n overflap board. Zo'n, ja, waar je op kunt schrijven en zo. Die wil ik nog hebben voor in de praktijkkamer. Verder heb ik de verzekering al opgezegd van de auto. Heb ik al contact opgenomen met Aafje. Heb ik... wat heb ik nog meer gedaan? Oh ja, aan de training gewerkt. Die ik uit aan het schrijven ben. Hoe je met hoogsensitiviteit kunt omgaan. Of beter met hoogsensitiviteit kunt omgaan. Ik ga nu even iets posten op Facebook en Instagram. En misschien dat ik de mindfulness cursus dan zo ook nog even ga doen. Daar ontspan ik denk ik wel van. En daarna ga ik denk ik de rest van de dag gewoon... niet zoveel meer doen. En wat ik ook nog wil vertellen is dat ik met mijn zusje aan het appen ben. Het is nou echt super spannend, want over anderhalve week is zij uitgerekend. Dus ja, het kan gewoon al gebeuren dat ze binnen deze anderhalve week gaat bevallen. Het is van de eerste, dus ik vermoed dat ze nog wel even lekker blijft zitten. Het wordt een meisje, vandaar dat ik ze zeg. Ik heb laatst ook met haar de vluchtkoffer ingepakt. Was ook echt super leuk. Vond ik echt heel erg leuk om samen te doen. En ja, zo spannend nu. Oh. Ik was even op zoek naar een kanaal met iemand erop die mij inspireerde. En toen kwam ik dit filmpje weer tegen. Dit is even een ander filmpje, maar dit is ook zo'n inspirerend filmpje, jongens. Ik raad jullie echt aan om deze te kijken. Het gaat over geld namelijk. Wat er dus gewoon op een basisschool en op scholen niet geleerd wordt over omgaan met geld. En dat de rijken, waarom dus de rijken rijk zijn en de armen arm zijn, zeg maar. Ik kan een stukje laten zien. And my rich dad taught me that playing Monopoly, that's how it started, you know, four greenhouses, one red hotel. Or the McDonald's formula, I write about it, yeah. McDonald's, Ray Kroc. Yeah. McDonald's is in the real estate business, so they sell hamburgers, but they buy real estate, so they pay no taxes. You know, this guy Bezos, what, he's $16 billion. How much tax did he pay on that $16 billion? And that's all legal, anyone can do it. Everybody can do it. Echt super inspirerend. En met name ook omdat het heel erg uitgaat van mogelijkheden. En wat ik mensen ook wil leren met mijn life coach praktijk is oplossingsgericht denken. Dus niet denken, oké, het gaat zo rot. Waarom gaat het nou rot? Waarom gaat het nou vervelend? Waarom zit ik nou zo in mijn vel? Waarom... steeds maar weer vragen blijven stellen, de waarom-vraag aan jezelf blijven stellen, boos worden op jezelf. Nee, dat is allemaal verleden tijd. Ga denken in mogelijkheden. Oké, ik voel mezelf rot. Hoe kan ik mezelf beter laten voelen? En dan kom je helemaal niet in die onderste kelk van die spiraal, om het zo maar te zeggen. Zorg gewoon dat je, oké, ik heb door dat ik me rot voel. Bam, hoe ga ik mezelf nu beter laten voelen? Echt waar, jongens. Denken in mogelijkheden biedt je zoveel vrijheid in het leven. Biedt je zoveel ontspanning in het leven. En daarnaast word je er gewoon echt zelfverzekerder door. Heb je meer zelfvertrouwen. Ik kan het echt iedereen aanraden. Echt waar. Maar het vergt wel een bepaalde mindset. Het vergt een bepaalde attitude, zoals hun ook al zeggen. En daar wil ik je dus graag bij. Daar wil ik mensen graag bij helpen. Vandaar mijn praktijk. Dit heeft eigenlijk niks te maken met life coaching, maar wel met de manier van denken. En denken in overvloed, denken in mogelijkheden, denken in expansie, dus in uitbreiding. En ja, daar ben ik momenteel heel erg mee bezig. En dat heeft mijn leven echt zoveel verbeterd. Echt niet normaal. En daardoor voel ik me echt zoveel beterder. Beterder is geen woord. Meer beter, lekkerder. Zoveel lekkerder in mijn vel. Dat is echt bizar, ja. Dus wil jij ook gewoon lekkerder in je vel komen te zitten en je beter voelen en leren denken in mogelijkheden? Ga naar mijn website oogopjezelf.nl
En neem even contact met mij op om te kijken of ik je kan coachen. Vaak heb je voor coaching ook maar een paar sessies nodig, omdat je in een paar sessies al heel snel een andere mindset kunt creëren. Het is alleen het volhouden, maar ja, dat zijn dingen die moet je toch uiteindelijk zelf doen. Ik kan je dingen leren, of ik kan je dus zeg maar leren hoe je vist in plaats van een vis voor je vangen. Maar je moet het uiteindelijk wel zelf doen. Maar goed, daar wil ik iedereen natuurlijk super graag bij helpen. En ik wil iedereen helpen om weer lekker in hun vel te komen te zitten. En vooral ook energiek te zijn en gelukkig te zijn. Dus ik zou zeggen, neem zeker even een kijkje op mijn website. En wellicht past het bij jou. Plan dan lekker een gesprek met mij in. Zo, binnen bij de macro op zoek naar de kantoorartikelen. Oh my god, hoe cool is deze? Ik ben bij de macro dus geweest net. En die flipover hadden ze helaas niet. Dus daar moet ik nog een keer naar op zoek gaan. Alleen, ik heb wel een super tof kleed gevonden. Een jute kleed, een ronde. Waar ik echt al heel lang naar op zoek was. En die hadden ze voor 18 euro. Wat? Echt niet normaal. Super blij mee. En dat is inclusief BTW. Maar die kleding kostte normaal echt veel meer. Echt minstens 35 euro of zo. Dus ik ben echt heel blij dat ik hem voor dat geld heb kunnen kopen. En ik moest ook nog... En voor mijn neus gebeurde er ook nog een ongeluk. Althans een ongeluk. Er was een auto tegen een andere auto aangereden. En ja, die ene auto had schade, maar die andere auto was weggereden. Dus ik dacht, ja, wat doe je daar dan mee, hè? Dat vind ik altijd zo lastig. Maar ik dacht, ja, hij heeft gewoon schade, die ene auto. Dus ik ga het gewoon melden. Dus toen heb ik het bij de macro gemeld. En uiteindelijk ook de mensen gezien van wie die auto was, die schade had. En ja, die waren wel blij dat ik het gemeld had. Want hij kwam dus net terug van de spuiterij. Omdat ze al een ongeluk hiervoor ook al hadden gehad. Echt zo sneu. Dus heel erg blij dat ik toch iets heb kunnen betekenen. Maar goed, misschien moet ik nou dus nog binnenkort getuige daarvoor zijn. Geen idee hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Hallo. Maar ja, dat hoor ik dus misschien wellicht nog. Oké, ik ga even op de weg letten, want deze auto is van David. En ik vind hem super eng, die auto, want hij is echt veel groter dan mijn auto. En daarnaast, ja, ik weet niet, heeft hij heel veel dode hoeken en zo. En ik vind allemaal niks en spannend en zo. Dus ik zie jullie straks weer. Het kleed heb ik namelijk hier neergelegd. Hoe tof. Staat er echt super gaaf bij. Echt precies wat ik in ogen had. Voor ogen had. Ja, echt heel tof. En die hier nou lag, die heb ik beneden bij de hangmat neergelegd. Dus dat ziet er ook wel erg leuk uit. Mijn avondeten voor vanavond. Zo, ik ga even lekker podcast luisteren in de hangmat. Chill time. Ik heb mijn ontbijtje weer klaarstaan en ik ga lekker naar buiten toe om het daar op te eten.
Oké, jongens, ik ben weer flink aan de bak. Ik moet zo naar de huisarts trouwens ook. Maar ik ben aan het kijken hoe ik een eigen e-book kan maken. Ik wil namelijk niet alleen offline coaching gaan bieden, maar ook online coaching. Wat dus inhoudt dat ik online, dus of via Skype of Zoom, mensen wil gaan coachen. Die gewoon niet naar mijn standplaats kunnen komen. En daarnaast wil ik nog voor die mensen die eigenlijk gewoon het liefst helemaal niemand spreken, e-books maken of e-cursussen maken. In ieder geval online cursussen of trainingen, waardoor je jezelf zeg maar kan gaan coachen. Ik moet nog even gaan kijken, want ik wil zowel gratis cursussen gaan aanbieden, of althans gratis e-books gaan aanbieden, als betaalde. Want ja, ik moet ook een inkomen verdienen. Ik kan niet allemaal al mijn tijd en energie ergens in gaan steken en er niks uithalen. Dat is wel een nadeel heel vaak. Als ondernemer zijnde, heel vaak verwachten mensen dat je dingen gratis doet. Terwijl ja, als jij in loondienst werkt, ga je ook niet gratis voor je baas werken, toch? Je wil daar gewoon iets voor terug hebben en dat is ook meer dan logisch. Dus ja... Even kijken wat daar dus allemaal de prijzen van worden en ja, hoe ik dat allemaal voor elkaar kan krijgen. Zo, ik heb mijn bezweten hoofd zijn terug van de dokter. Oh, het is al lekker warm buiten. En dat om 10:00 's ochtends. Ik heb oogshel meegekregen en ik heb gelijk inspiratie voor een video voor op mijn Instagram en Facebook pagina. Dus die ga ik eerst opnemen met mijn telefoon. En dan ga ik jullie daar zo meer over vertellen. Oké, ik heb dus oogshel gekregen van de huisarts. En waarom ik gelijk een videofilmpje op wou nemen, was omdat ik vol met inspiratie zat. Omdat ik met een bepaalde verwachting naar die huisarts ging. En die verwachting is natuurlijk niet uitgekomen. Want hey, mensen kunnen niet in je hoofd kijken. No shit, Sherlock. Nee. Ik ging daarheen met een bepaalde verwachting dat die huisarts mijn oog heel goed zou onderzoeken. Dus ook mijn ooglid echt zou omklappen om echt heel goed te kijken of er niks zit. Dat is dus niet gebeurd. En ik ging met die verwachting daarheen omdat ik een keer met een ex ook in het ziekenhuis ben geweest. En die had toen ook iets in zijn oog. En toen is zijn oog wel heel goed onderzocht. Dus ook dat zijn ooglid om was geklapt. Dat is bij mij dus gewoon niet gebeurd. En omdat die huisarts niet aan die verwachting voldeed, krijg ik irritatie. Dan denk ik, ja, je doet je werk niet goed. Dat is als eerst natuurlijk wat er in mijn hoofd omgaat. Je doet je werk niet goed. Je wil dat ik snel weg ben. Nou, ik kan talloze gedachten opnoemen die op dat moment kunnen spelen. En daarna denk ik natuurlijk maar één ding. En dat is, Saar, jij hebt hier een probleem, niet die huisarts. Die huisarts is het probleem niet, hoor. Dus daarin weet ik ook gelijk van, nou, dit probleem ligt bij mij. Net als 9 van de 10 problemen ligt gewoon bij jezelf en niet bij de ander. Ja, hoe komt dat nou? Omdat ik gewoon niet goed mijn woorden heb uitgesproken. Omdat ik had gewoon kunnen zeggen op dat moment, hey, ik heb het gevoel dat je niet helemaal goed kijkt. Wil je echt even goed kijken? Want hij dacht dus gelijk dat het een puistje was in mijn oog. Omdat het ja, blijkbaar wat opgezet was of zo. Maar ik heb het idee dat het echt iets anders is, omdat het zich verplaatst. En volgens mij verplaatst het buisje zich niet. Maar wat had ik dus kunnen doen? Ik had beter kunnen communiceren in die situatie. En daarna, eerst komt dus de frustratie naar de huisarts. Daarna komt de frustratie naar mezelf. Dat ik dus denk van, ja, verdorie, waarom heb ik dat dan niet gezegd? En waarom spreek ik mijn gevoel niet uit? En ja, dan baal ik daarvan. En het enige wat ik nu denk is, dit is gewoon een mooi leermoment. Plan van aanpak maken. De situatie was vervelend. Of was vervelend. Ik had hem anders willen aanpakken, laat ik het zo zeggen. En dan ga ik een plan van aanpak maken dat ik dus de volgende keer, als ik weer in zo'n situatie kom, beter naar mijn gevoel luister en dus ga communiceren. Dat ik even goed ga communiceren naar de huisarts en zeg, hey, wil je toch eventjes gewoon goed kijken? En dat is de enige manier. De regie ligt natuurlijk bij mij. Zo ligt de regie ook bij jou. En heel veel mensen die schuiven heel veel problemen op anderen af. Maar zolang je niet communiceert, is het probleem toch echt bij jou, zeg maar. Jij ervaart dat gevoel. En niet die ander. Dus jij moet daar ook iets mee doen. Als je er iets mee wil doen natuurlijk, hè. Dat als allereerst. Dus ik ga nu eerst even deze ooggel aanbrengen. En dan hopen dat die werkt.
Oké, het is 11:15 en ik heb over een paar minuutjes, over ongeveer een kwartiertje, heb ik dat groeigesprek. Ik vind het best wel spannend. Ik weet niet waarom ik het spannend vind. Ik denk omdat ik gewoon heel erg benieuwd ben hoe het gesprek gaat. Dat ik stiekem hoop, want het is natuurlijk iemand die iets wil verkopen eigenlijk. Want dit gesprek is gratis. In de hoop natuurlijk dat je een training of cursus van diegene koopt waar geld aan verbonden zit. En ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Want ik heb momenteel gewoon echt helemaal geen geld. Dus ik ga die cursus of training dan ook niet kopen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dan de insteek van het gesprek wordt, zeg maar. Oké, ik kwam dus een pakketje voor mij binnen en ik weet echt niet wat het is. Ik heb iets besteld, maar ik weet niet of... Oh, wacht, het zijn mijn visitekaartjes natuurlijk. Wat leuk. Wow, that are a lot. 500 visitekaartjes. Oké. Binnen. En de achterkant. Nu wachten op de meeting. Oké, zenuwachtig dansje. Ja, dat vind ik nog heel lastig. Want ik wil dus eigenlijk inderdaad het liefst die niche, zeg maar. Hoogsensitieve, introverte en eventueel ook perfectionistische mensen. Maar ik wil wel, ja, ik ben iemand, ik wil liefst iedereen coachen, zeg maar. Dus ik wil niet, ja, snap je? Ja, en dat is ook, het is ook, ik wil ook liefst iedereen helpen. Ja. Maar op het moment dat jij niet jezelf onderscheidend maakt in of een doelgroep op de manier van werken, of liefst de combinatie daarvan, ja. Dan doe je anderen eigenlijk tekort daarmee, omdat ze jou niet kunnen vinden. Dus ja, ja. Dat jij iedereen zou kunnen helpen. Ja. Ja, klopt. Ja, en het gekke is, in mijn hoofd zit dan heel erg van, oh ja, als ik niet iedereen help, dan dadelijk vindt niet iedereen mij, zeg maar. Maar het werkt juist andersom eigenlijk, hè. Dat juist iedereen je vindt als je heel specifiek ergens gespecialiseerd bent. Ja. Ja. En je trekt ook gewoon de mensen uiteindelijk aan die graag voor jou coachen worden. Ik trek in principe, of ik spreek in principe vrouwen aan, maar in business upgrade is het ook een man. Dus het kan ook. Dus als iemand denkt van ja, maar ik wil gewoon jou op worden. Yeah. Als mensen het graag willen, dan hoef je geen idee te zeggen. Maar het is wel beter om je echt wat te specialiseren. En ook als jij echt zegt van nee, ik ga bijvoorbeeld helemaal voor hoogsensitieve mensen, of beter mensen, of een combinatie daarvan, ik noem maar even iets, of ik ook van perfectionisme. Dan kun je daar ook echt expert in worden. Yeah. Maar als iedereen helpt die een beetje ongelukkig is, ja, waar ben je dan eigenlijk expert in? En dan maak je het jezelf ook heel erg moeilijk. Ja, ja, klopt. Ja, dat is het ook. Want zeg jij bijvoorbeeld, want nu is het een beetje gespecialiseerd in perfectionisme, in hoogsensitief en introvert. Is dat nog te breed of is dat wel concreet al genoeg? Vraag ik me af. Ligt aan hoe je ze aanspreekt. Als ik nu je homepage lees, dan komt er eigenlijk niks echt terug over die drie onderwerpen. Dat las ik altijd over mijn pagina. Ja. Ligt aan hoe je ze aanspreekt. Dus als je echt zegt van, wil je bijvoorbeeld echt heel graag hoogsensitieve introverte mensen? Is dat eens dat één ding of zijn dat twee losse dingen voor jou? Ja, daar heb ik al niet eens over nagedacht zoals je merkt, dus... Ja, ja. Zo, ik heb mijn sportoutfitje weer aan. Want, hey, 34 graden of niet? We gaan gewoon sporten. Hoe warm is het eigenlijk? 34 graden nog steeds. Ik had gehoopt dat het inmiddels wat minder zou zijn. TV uit. Oké, ik ga toch even kijken of ik kan hardlopen buiten. Want ja, ik wil gewoon echt heel erg graag sporten en in de fitness is het vaak niet veel koeler. Dus ik dacht, ja, ik ga maar gewoon... Ik zie wel. Geen idee. Ah, daar ben ik weer. Onder het mom van beter iets dan niet.
Ja, het is natuurlijk echt super warm. Dus ja, heel goed ging het niet. Maar ik heb toch 40 minuten of ja, 38 minuten hard gelopen. En 4,6 kilometer. Ik heb heel veel gewandeld. Dat wel, maar ik dacht, beter iets dan niets. Dus ik heb vandaag sowieso wat aan sport gedaan. En weer 345 calorieën verbrand. Ik dacht onderweg al, hoe kan het nou? Ik zweet helemaal niet. Maar nu ik hier binnen ben, echt, ik voel mijn druipsteen. Ik ga dus gelijk even douchen. Zo, ik heb net lekker even gedoucht en ik bedacht me ineens. Ik heb natuurlijk vanmorgen dat coachingsgesprek gehad en ik heb daar volgens mij helemaal niks meer over verteld tegenover jullie. Of het, hoe het ging en ja, wat het inhield en zo. Dus ik dacht, het lijkt me leuk om daar nog even op terug te komen. Ja, wat was het voor iets? We hebben vooral besproken wat ik met mijn bedrijf wil gaan doen, welke kant ik op wil. Ze heeft mijn website bekeken. Ja, ze heeft gewoon wat tips gegeven en zo vooral ook. En ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel iets wat... uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om een bepaalde training die je dan... die zij wil verkopen. Wat ik ook snap. Op een gegeven moment, het gesprek was afgelopen en toen dacht ik bij mezelf... Maar oké, wacht even. Hoeveel geld ga ik dadelijk betalen en wat krijg ik ervoor terug? En toen dacht ik... dan moet ik eerst een baan gaan vinden. Dat wil ik sowieso gaan doen, omdat ik dan mijn eigen dingen kan bekostigen. Maar dan moet ik dus mijn eigen dingen bekostigen. En daarnaast geld apart leggen voor die training, zeg maar. En ik heb dat geld nooit op tijd bij elkaar, want het gaat om 2000 euro. En B, ja, ik weet niet. Ergens dacht ik, ik vind het heel veel geld. Wat iemand vraagt. En ergens denk ik ook, de dingen die diegene aanbood, daarvan dacht ik, ja, ik denk dat ik dat zelf wel kan. Ik ben gewoon iemand, ik wil gewoon heel veel dingen, alles wat ik zelf kan doen, wil ik in eigen hand houden, zeg maar. En ook hierbij, het ging om vooral evalueren en doelen stellen en dat dan met een groepje, zeg maar, met een groep andere ondernemers. En natuurlijk zie ik daar echt wel meerwaarde van in. Je hebt dan contact met andere ondernemers en zo. Maar ik weet het niet. Ergens denk ik evalueren. Saar, je hebt bepaalde opleidingen en zo. Jij weet hoe je kan evalueren. Dat weet ik gewoon. En daar ben ik ook gewoon, goed in, zeg maar. Daar ligt wel een stukje kracht van mij. En ja, doelen stellen, dat gaat me in principe ook wel goed af. Ik moet alleen... zorgen dat ik die doelen, dat daar een soort stok achter komt te zitten. Maar goed, ja. Of ik dan daar ook echt een andere groep bij nodig heb, dat is de vraag. En of ik daar dan 2000 euro weer voor wil neerleggen, is helemaal de vraag. En dan kom ik denk toch tot de conclusie dat hem dat niet gaat worden. Ik ga lekker even eten. En verder ga ik gewoon echt lekker rustig aan doen vandaag. Ik ga de video voor donderdag opnemen, dus voor morgen. Ik ga hem alleen opnemen en morgen bewerk ik hem nog. Ik pak nog even een kopje thee erbij. Dat is wat je hoort. Waterkoffer staat aan. En verder doe ik helemaal niks vandaag. Ik merk namelijk dat mijn hoofd helemaal overuren aan het maken is. En dat is echt voor mij het eerste teken van burn-out zijn. Of een burn-out krijgen, zeg maar. Niet zijn, een burn-out uiteindelijk krijgen. De eerste stap is dat je echt alleen maar blijft denken. En dat als je gewoon rustig ergens zit of ligt of whatsoever, dat je nog steeds bezig bent met denken. Dat je dat niet meer kunt uitzetten, zeg maar. En ik merk dat ik daar nu al last van begin te krijgen. Dat ik constant aan het denken ben van, oh, wat kan ik nog meer voor mijn bedrijf doen? En bedrijf. Echt, oh, alleen maar bedrijf in mijn hoofd. Dus ik ga even een stapje terugnemen. Lekker relaxen vandaag. Gewoon... of een serie kijken of lekker boeken lezen of zo. Even niet bezig zijn met het bedrijf, want ja, it makes me nuts, om het zo maar te zeggen. En daar is het gewoon veel te warm ook voor, dus dat staat er op de planning voor vandaag. Oké, het is inmiddels 's avonds en ik ben slechts de chauffeur van Nederland aan het kijken.
En ja, ik heb mijn bed maar weer hier beneden opgezet eigenlijk. Zoals je ook kunt zien, ik ga lekker hier in de kamer slapen. Het is namelijk boven niet te harde. Het is zo warm. Het is hier 25 graden en ik denk boven echt nog warmer. Ik trek het echt niet. Ik slaap echt al nachten slecht. Dus ik ga nu even maatregelen nemen. Dus ik hoop dat ik vandaag beter slaap. Zo, het is alweer donderdag en ik heb net nog een stukje van de video opgenomen die vandaag online komt. Ik ga die ook zo bewerken. Alleen eerst ga ik denk ik de jacuzzi die we hebben even schoonmaken en vol laten lopen met koud water. Het wordt namelijk vandaag weer zo warm en ja, ik dacht het is misschien wel lekker om dan 's middags ter verkoeling eventjes in de jacuzzi te gaan zitten, maar dan lekker met koud water. En waar die nu staat, daar is ook nog geen stroomvoorziening. Die ligt er al wel, maar die moet nog aangesloten worden. Dus ja, ik kan hem toch nog niet gebruiken. Maar ik kan hem natuurlijk gewoon vullen met koud water. Dat is helemaal geen probleem. Alleen hij moet eerst nog schoongemaakt worden. Want hij lekt een beetje of zo. En als het gaat regenen, lekt het door de verkapping heen, zeg maar. Dus ja, dat ga ik nu eerst even doen. Zo, de jacuzzi is vol aan het lopen en ik ontbijt met een kommetje aardbeien en met een flesje water. Ik heb echt helemaal geen honger, alleen maar dorst en ja, dan maar op deze manier ontbijten. Vind ik ook wel lekker. Dus nu ga ik de video bewerken en daarna ben ik lekker vrij, vind ik. Het is veel te warm om te werken. Oh no, jongens. Ik kijk naar die plan en denk, hè, wat zit hier daar raar bij? En ik doe zo. What the hell? What is going on? Of juist helemaal niet meer. Huh? Wat? Hoe dan? Oh, wat zielig. Nou, die is dus dood. Die kan wel weg. Volgens mij had hij gewoon in het begin al veel te veel water gekregen. Goed, inmiddels is het 2:30. Heb ik de video ook ingepland. En heb ik buiten dus de stenen in de tuin. Ja, in de tuin. Het is naast zeg maar de tuin. Daar hadden we hebben een paadje wat we bij moeten houden. En daar stond allemaal onkruid in. En dat heb ik gisteravond. Heb ik dat allemaal eruit getrokken. En schoongemaakt. En ik dacht er moet gewoon iets in. Want echt, we moeten bijna wekelijks dat paadje bijhouden. Zoveel onkruid dat er komt te staan. Dus ik dacht, ik gooi er gewoon stenen in en dan moet het vast goed komen. Dus ik ga nu lekker in de verkoelende jacuzzi, want ik vind dat ik dat wel verdiend heb. En even lekker genieten nu. En goedemorgen, het is alweer vrijdag vandaag en ik heb op zich wel redelijk geslapen op één dingetje na en dat is dat er blijkbaar een heg in de straat in de hen stond, in de fik stond en ik schrok op een gegeven moment wakker van een harde knal. Ik dacht, wat is dit nou weer? En daarna was het even stil, dus toen dacht ik, oh, het zal wel. Volgens mij was het niet hier bij mij, zeg maar. En daarna hoorde ik allemaal kabaal, allemaal mensen en zo. En toen dacht ik, wat is er allemaal aan de hand? Maar toen dacht ik nog steeds, het zal allemaal wel. En daarna, toen reden er echt een stuk of 4 auto's met zwaailichten door de straat heen. En toen dacht ik even, moet ik me nou zorgen gaan maken? Ik dacht letterlijk dat ik het alarm dat de wereld verging gemist had of zo. Ik dacht echt, wat is er aan de hand? En dat was om 1:00 s'nachts. Maar blijkbaar had er iemand dus een groot explosief vuurwerk afgestoken. Bij iemand in de tuin gegooid. Waardoor die heg in de
brand had gevat. Dus ja, dat was niet zo best. Maar er was brandweer, ambulance. Ik denk een stuk of drie politiewagens waren er. Dat was echt bizar. Dus op een gegeven moment dacht ik, oké, ik ga maar even buiten kijken wat er aan de hand is. Want ik ken mezelf, anders kan ik toch niet slapen. Dus toen ben ik even buiten gaan kijken. En toen was het inderdaad helemaal verderop aan de straat. Was er iets aan de hand. Iets met brand. Dat was wat ik toen wist. En nou zag ik vanmorgen inderdaad in het nieuws, zeg maar, of in het regionale nieuws, dat er dus blijkbaar een heg afgefikt is. Goed, nu ga ik eventjes ontbijten met havermout en lekkere aardbeidjes erboven. Oh, hallo Nederlands weer. Jeez. Hopelijk koelt het binnen nou ook een beetje af. Oh my god jongens, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar de dakgoot kan het gewoon niet aan. Die loopt gewoon helemaal over. Die straal die je hier ziet. Ai ai ai, wat een weer. Wel even lekker alleen. Volgens mij wordt het nu dus gewoon nog benauwder. Omdat het gaat regenen en dat blijft natuurlijk hangen. Dus, oh lord, ik ben zo benieuwd. Ik heb een luchtverkoeler besteld, want ik kan het niet handelen allemaal. Dus, maar goed, alle airco's, alle luchtverkoelers, alles was allemaal uitverkocht. Ik heb er nog eentje weer te scoren, maar die komt pas over een week, twee weken binnen. Zo erg is het. Echt, iedereen wil van die dingen. Snap ik. Het is binnen echt niet te hard overal gewoon, maar ja, komt goed. Zo, ik ben nu eten aan het koken. Ik eet couscous met gegrilde groenten. En David is net, ja, zijn vlucht is net vertrokken vanuit Taiwan. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wel super leuk, want we hadden het er al over. We moeten echt een keer samen teruggaan. Het schijnt echt heel mooi te zijn namelijk. En qua toerisme, met name Europese mensen, valt het wel mee daar. Dat was wel grappig, want hij zei tegen de collega's die daar werken, zei hij van, ik zie helemaal niet veel toeristen hier. Hoe kan dat? En toen zeiden hun, toeristen, er zijn keiveel toeristen. Er zijn allemaal Chinezen, Aziaten, er zijn allemaal Koreanen. En daar zat ik zo van, ik zie het verschil niet hoor. Dus ja, er zijn, als er al mensen daar toeristisch zijn, dan zijn het meer mensen ook uit Azië, zeg maar. Dus ja, wij zien dat verschil niet echt heel erg goed. Dus ja, misschien dat we daar in de toekomst nog een keertje heen gaan. Lijkt mij in ieder geval wel super leuk. Een goede brakke morgen. Het is inmiddels zaterdag en het is 8:15. Ik ben al op. Want ik ben al vanaf 4:45 wakker. Echt, ik zie er deze week heel brak uit, zeg maar. Maar dat komt omdat ik echt heel weinig geslapen heb. Ik denk dat ik echt iedere nacht 5, hoogstens 6 uurtjes geslapen heb. Door of de hitte of iets anders. En ook nu weer om 4:45 begon het ineens keihard te onweren en zo. En ja, toen was ik wakker en toen heb ik gewoon gekeken wanneer David landde. En die is weer geland. Die is nou ook onderweg naar Eindhoven met de trein. Dus die ga ik zo even ophalen. Blij dat ik hem weer lekker kan knuffelen. En daarmee ga ik de vlog ook afsluiten. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben. Ik had mijn hele SD-kaart vol, dus dat wordt nog aardig wat bewerken. Maar goed, het zal weer een lange vlog worden. Maar ik weet dat jullie dat vaak wel leuk vinden. Dus ik hoop dus dat je de vlog weer leuk vond. Ik wil je natuurlijk weer hartelijk bedanken voor het kijken. En dan zie ik je heel erg graag weer de volgende keer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Oh, en nog een vraagje. Ik vraag me trouwens af, want ik wil eigenlijk meer gaan doen met video's maken over introverte personaliteiten en hooggevoelige mensen. Want 70% van de mensen die introvert is, is eigenlijk ook hooggevoelig.
En ik dacht, omdat ik dat zelf ook ben en omdat ik mijn bedrijf daarop wil gaan richten, dacht ik, misschien is het dan wel leuk om ook video's daarover te maken op mijn YouTube kanaal. Dus laat me even weten wat jullie van dat idee vinden en dan zie ik jullie natuurlijk heel graag de volgende keer weer terug op mijn kanaal. Bye bye!